incredible committed anti-racism work and for teaching us forgotten histories from the Netherlands, colonial history. A very, very impressive young man. And he's here to tell us a story about leadership. Please give a very warm round of applause to our final speaker of the day, Jerry Afia. Groet. Hoe bevalt de kerkdienst tot nu toe? Lukt het? Vast wel. Mijn naam is Jerry Afia. Ik sta hier voor jullie mede dankzij mijn inzet voor de mensenrechtenorganisatie Nederland wordt beter. Voor zover ik en mijn ouders terug kunnen bladeren, heeft de doorwerking van slavernij, kolonialisme en plunderingen op zwarte lichamen en gemeenschappen een diepe indruk op mij achtergelaten. Het is dan ook niet wonderlijk dat ik mezelf en mijn gezin en meest dierbaren heb opgeofferd om een bijdrage te leveren aan de voortdurende strijd voor Black Liberation. Een kleine 13 jaar geleden werd ik in Amsterdam-Bijlmer op een steenworp afstand van mijn huis benaderd door kunstenaar Raoul Ballard om samen met anderen het diep gewortelde racismeprobleem in Nederland bespreekbaar te maken. Wij lanceerden kort daarna de Zwarte Pieters racismecampagne. In beginsel werd wij uitgelachen en vaak tot op het bot vernederd. Niet alleen door de witte gemeenschap, maar ook door mensen die op ons leken. We hebben geweld en uitsluiting van onze landgenoten moeten trotseren. Maar we bleven trouw aan de universele strijd voor rechtvaardigheid, zelfs wanneer onze intenties en leiderschap op de proef werden gesteld. Ik heb het hier over een beweging die met slechts 3 mensen is gestart en in 2020 liepen we met duizenden mensen door de straten, steden en dorpen van Nederland. Met 1 boodschap. Zwarte levens doen ertoe en we zullen niet langer kritiekloos toekijken wanneer onze waardigheid en bestaansrecht bedreigd worden. Beste mooie mensen. Beste organisatie, bedankt voor de uitnodiging om mijn gedachtenspinsels met jullie te delen. Er is zoveel dat ik met jullie wilde delen toen ik de uitnodiging voor me zag. Nelson Mandela roept veel emoties op bij mensen van verschillende leeftijden, met verschillende overtuigingen en achtergronden. Zijn opofferingsgezindheid spreekt voor zich. Hij wordt over de hele wereld daarom geroemd, omarmd, en bovenmenselijke eigenschappen toegekend. Er zijn talloze citaten, boeken en fabels aan hem toegekend. Als iemand later dan lijf is gemaakt, is het Mandela wel. Echter heb ik mijn enthousiasme kunnen matigen en zal ik mij vandaag richten op het leiderschap en de erfenis van Nelson Mandela. Niet om de levendige discussie over zijn nalatenschap plat te slaan, of om de lovende woorden van presidenten, ambassadeurs en mensenrechtenorganisaties te herhalen. Ik hoop met mijn ervaringen en gedachten over leiderschap een bijdrage te leveren aan de discussie over de nalatenschap van een van de bekendste vrijheidsstrijders die de moderne wereld heeft gekend. Vandaag draag ik mijn betoog voor op de plek waar Mandela ruim 30 jaar geleden Amsterdam toesprak, kort na zijn vrijlating vanuit de Victor Vester prison. Mijn land houdt zielsveel van deze visionaire leider. Maar als ik s'avonds de paperback van Long Walk to Freedom wegleg en mijn nachtlamp uitzet, raast een brandende vraag door mijn samengetrokken lijf. Hielden we van Mandela omdat hij zo ver van ons afstond, of omdat iemand anders hem en de zijnen pijn deed? Houden wij van hem omdat wij onze handen in onschuld hebben gewassen
en het bloed van slavernij en kolonialisme, wat de weg plaveide voor apartheid aan onze diversiteitdeken hebben afgeveegd. Wat als hij een zwarte Nederlander was geweest in Nazaat en sprak over de pijn die wij hem en zijn volk aandeden? Hadden wij hem dan ook zo in liefdevolle brasa gegeven en omarmd? Hadden we hem dan ook op een voetstuk geplaatst en geciteerd als liederen uit een heilig boek? Na 3/4 deel van mijn leven in het Westen te hebben vertoefd, is mij één ding duidelijk. Wanneer zwarte mensen dood of ongevaarlijk zijn, worden we helden. Achteraf helden. Losgekoppeld van onze voortdurende strijd en idealen. Ooit zei ik, als Mandela hier in Nederland was geboren of had gewoond, hij vast en zeker zwarte Piet zou zijn genoemd. Dan zou hij alledaagse minachtingen en schofferingen zoals heel zwarte, rot op naar je eigen land of kankerneger moeten trotseren. Madiba, zoals witte mensen hem liefkozend noemen, zou net zoals Aminata Cairo, Gloria Wekker, Klakakor, Amma Sante, Reetje Mamatine, Jeffrey Korndijk, Enid Birgitte, Andrew Makenge en Nawa Mustafa een verhaal paraat hebben over de zwarte realiteit die doordrenkt is met neocolonialisme, racisme, alledaagse discriminatie en witte onschuld. Jullie zien, Nelson Mandela kan net als witte Jezus in de ogen van witte landgenoten niets fout doen. En dat is niet alleen omdat hij tot zijn laatste adem ageerde tegen een fout systeem. Ook is het niet omdat hij zich schuldig maakte aan ruim 190 gevallen van verzetspleging tegen het apartheidsregime. Van alle strijders uit zijn tijd steekt hij met kop en schouders bovenuit. Een zee van witte obsessie die we niet zien bij zijn kameraden en medestrijders Steve Biko, Winnie Mandela en Robert Sobukwe. Mandela is vooral geliefd bij witte mensen omdat wat witte mensen ook met hem deden en wat zijn volk ook moest ondergaan, hij ervoor koos om een natie op te richten met de vijand. Ondanks dat hij de geschiedenis en God aan zijn kant had om bij enemy zijn volk te bevrijden van terrorisme en witte suprematie, hij witte mensen de hand toereikt. Hij sloeg geweld af en zette zich in om de pyromaan en het slachtoffer van de brand in hetzelfde huis te houden. En wat mij altijd zal bijblijven, is dat hij dit allemaal deed zonder een grijntje verlies van menselijkheid en zonder verlies van waardigheid. Mandela gaf zijn alles waar hij bijna niets voor terugkreeg en witte mensen roemen hem daarvoor. In de eerste plaats omdat witte mensen andersom zelf nooit, maar dan ook nooit, zouden rusten totdat hun leed elke zwarte persoon betaald was gezet. Voorbeelden zijn overbodig, bewijzen evenzeer. Net als veel zwarte mensen heb ik lang gedacht, wat doet hij nou? Lang dacht ik, iemand moet boeten voor wat onze broeders en zusters, kinderen en moeders en vaders in Zuid-Afrika is aangedaan. Lang koesterde ik de dag dat de moordenaars van Steve Biko hun verdiende straffen zouden krijgen. En ga aan de galg met uitpuilende ogen. Iemand moest boeten. En ik had net als veel zwarte Zuid-Afrikanen destijds en nu barbaarse straffen voor ogen voor de daders. Voor de moordenaars van onze lieftalige Soweto-kinderen die van hun moeders borsten werden afgeschoten en hun vaders armen werden begraven. Maar niet Mandela. Hij die op de bergtop de toekomst voor ons vertaalde. Mijn leider had iets anders in gedachten. Een ander strafmaat. Een strafmaat die bijna niemand buiten hem om zag als straf. Er kwam geen wraak oefenen waarop de vele weduwen en ouderloze nakomelingen vurig hadden gehoopt. In plaats daarvan kwam een appel voor medemenselijkheid. Medemenselijkheid waarvan het de witte mens nog niet was gelukt om te ontwikkelen sinds haar komst in Zuid-Afrika. En die de Zuid-Afrikanen de onderdrukte voor de witte medemens de onderdrukking verloor in het proces van geweld. En daartussenin hield de leider Nelson Mandela zich schuil. Om niet alleen zijn volk, maar om ons allen de weg te wijzen, zoals je van een leider verwacht. Met een levende discussie als gevolg, die tot op de dag van vandaag en op dit ogenblik gevoerd wordt. En
discussie die als volgt samen kunt vatten. Heeft onze leider genoeg gedaan of had hij het misschien bij het verkeerde einde? Dit is een universele vraag en deze kun je toepassen op alle grote leiders die ons volgingen. Maar op niemand meer dan op Kwame Nkrumah. Ghana werd onder leiding van Nkrumah in 1957 voor het eerste land dat onafhankelijk werd van de Europese kolonialisme. Ik liet afgelopen vrijdag mijn haar knippen voor deze gelegenheid, toen terloops de nalatenschap van Nkrumah ter sprake kwam. Mijn kapper en twee anderen, alle drie met Ghanese wortels, vonden Nkrumah de slechtste leider ooit. Dit omdat hij 1. Te vroeg de onafhankelijkheid had ingeleid. 2. Omdat hij voor andere landen ging zorgen met het geld dat in de la zat na Ghana's onafhankelijkheid. In werkelijkheid ondersteunde hij met het geld de verdere onafhankelijkheidsstrijd in Afrika en omdat in zijn eigen woorden: "The independence of Ghana is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent." Je zou kunnen denken, hier of daar niet af te dingen. Men zijn mensen zoals mijn getalenteerde kapper die hier heel anders over denken. En toch sta ik hier vandaag voor jullie om een pleidooi te houden voor het leiderschap en de erfenis van Nelson Mandela. In plaats van de nalatenschap van Kwame Nkrumah, die naar mijn mening het verste vooruit zag. En hierom, Nelson Mandela was een mens van matigheid, terwijl Nkrumah zijn honger naar meer macht onmogelijk kon stillen. Mandela is de eerste en enige Afrikaanse president die vrijwillig voor het einde van zijn termijn afstand nam van zijn troon en macht. Niet door een verkiezing, niet door schandaal, niet met geweld of door een gesponsorde Europese coup. Meer dan zijn opoffering, zelfdiscipline en charme heeft dit het meeste indruk op mij gemaakt. Dit nieuwe leiderschap is door geen van zijn leeftijdsgenoten geëvenaard. En ook niet door BBC's Man of the Millennium Kwame Nkrumah, of zij die na hem de troon bestegen. Ik zie mezelf niet als leider. Maar ik kan er niet omheen dat veel mensen in dit land dat wel in mij zien. Zie hier, daar heb je het eerste conflict aan. Hoe mensen jou zien versus hoe je jezelf ziet, kan het verschil maken in wat je ziet als jouw verantwoordelijkheid. En zodoende wat jouw bijdrage zou moeten zijn. Mijzelf niet als leider zien betekent niet dat ik mezelf niet waardig vind. Ik vermijd zulke labels met klem. Simpelweg omdat ik erachter ben gekomen dat wanneer je een label op jezelf plakt, je jezelf erna gaat gedragen. Je gaat dan van een natuurlijk persoon naar een karikaturale schets. In plaats van dat je jezelf afvraagt wat je wilt doen, ga je je afvragen wat een activist moet doen. In het proces vergeet je jezelf. Wie je bent en als gevolg waarvoor je het doet. En vanuitgaande dat Mandela meer dan een activist was, een mens, een vader en een opa, die van zijn volk en land hield, voorzie ik haar reis in verwachtingen, toen en nu. Mandela is geliefd, maar wordt ook terecht onder een vergrootglas geplaatst. Het zou een hoofdzonde zijn als we onze leiders niet kritisch volgen, bevragen, en waar nodig bijsturen of verwijderen. Wij moeten ook eerlijk zijn onszelf toe, over wie onze leiders zijn, in welke wereld zij zich bevinden, en hoe zij naar de wereld kijken, en aanvullend over welke middelen en menskracht om de vijand te verslaan zij beschikken. Je kan een gewoon mens niet verheven tot een soort God, met als gevolg dat degene aan de ene kant onevenaarbaar wordt, en aan de andere kant in teleurstelling van een God. Mandela moest witte mensen betaald zetten voor de apartheid en hij kon in de ogen van sommige activisten niet ver genoeg gaan. Kan het zijn dat zijn publiek liever een karikatuur van hem hadden gezien en niet de Mandela die hij werkelijk was? Velen ter illustratie liepen ook bij Malcolm X weg omdat hij niet langer in het wild riep dat witte medemens de duivel was. Kan het zijn dat hij het niet verkeerd had, maar dat wij iets verkeerds van hem vroegen? Verwachten we echt dat Mandela eigenhandig in één mensenleven alles wat apartheid had vertrapt en veelal onherstelbaar kapot had gemaakt, recht kon zetten? Met welke leger, menskracht en middelen moest hij alle witte bezetters dubbel betaald zetten voor hun misdaden
and of profijt aan die misdaden. De beste man was een advocaat, kende mensenrechten verdragen. Hij heeft vastgelezen over groepsuitroeiing. Kan het zijn dat hij daarom alles op alles heeft gezet om de weg naar groepsuitroeiing van zijn volk te stoppen en die van witte mensen te voorkomen? Hij was een belezen man. Kan het zijn dat hij de teksten tegenkwam die hem veel overtuigender waren dan de menselijke emoties en tradities? Dat hij nieuwe inzichten opdeed die tot op de dag van vandaag menigen van zijn medestanders en tegenstanders nog niet onder ogen hebben gekregen. A man who views the world the same at 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life, zei Waile Mohammed Ali. Een kwart eeuw geleden stevende ik af op jong volwassen. Ik wist het allemaal beter en begreep de wereld beter dan mijn ouders, hun ouders en alle ouders ervoor. Ondanks dat ik net pas kwam aanmeren, was ik ervan verzekerd dat ik een 100% accurate voorstelling kon maken van situaties waarin ik mezelf nog nooit had bevonden. Hoe verleidelijk het ook is en hoe zeer mijn hart slaat voor wraak voor het voorbije, ik denk dat ik Mandela pas kan veroordelen als ik hetzelfde pad heb bewandeld en zijn levenservaringen en kennis heb opgedaan. Ook al was het apartheidsregime niet van eeuwigheid beschoren, er was nog altijd springlevend in de jaren 80. En nog erger suicidal vanwege de aanhoudende strijdlust van de zwarte Zuid-Afrikanen en de toenemende internationale druk. Een kat in het nauw gedreven maakt rare sprongen. Als leiders je in visie en overzicht toevertrouwt, de wind bereikt jou voordat deze land de rest waait. Je moet besluitvaardig zijn. Niet vanuit de onderbuik alleen, maar met name vanuit hart en geest handelen. Dat kan levens kosten of sparen. Als ik aan grote leiders zoals Mandela denk, heb ik geen enkel twijfel dat geconfronteerd met het kwaad zij het meest haalbare behaald hebben. Met de beperkte middelen en mensen die beschikbaar waren. Vanuit de bestaande inzichten en de kortademige ruimte waar zij over beschikten. Met de kennis van toen hebben zij bergen moeten verzetten om wat wij nu wegwijven, kleine veranderingen doen, voor elkaar te krijgen. Ik denk dat de Mandela's, de Kwame Nkrumah's, de Amadou Cabral's, de Jomo Kenyatta's en Obama's de eerste zullen zijn om toe te geven dat het werk, hun werk, nog onaf is. Dat we nog niet zijn, dat witte suprematie nog altijd bezit heeft genomen van onze grond, lijf en geest. Neem het van mij aan. Het duurt altijd veel langer om iets recht te zetten dan om het kapot te maken. Net als jij en ik was Nelson Mandela geen god, maar een mens van vlees en bloed. Hij stond vrijwillig en met pliksbesef in dienst van de mensheid en net als jij en ik was hij verre van perfect. Zijn bijdrage zijn echter een lichtpunt in de ruim 2 millennia duisternis waarin zwarte mensen sinds de Arabische slavernij verkeren. Hij heeft een poging gedaan en in het proces is voor elkaar gekregen waarvan miljoenen zwarte en witte mensen dachten dat het onmogelijk was. Niet voor elkaar te krijgen was. Hij heeft ons een duw in de goede richting gegeven. Naar de uitgang. Naar het licht toe. Zulke kleine winsten moeten als motivatie en inspiratie dienen om de volgende stap te zetten. Door zij die in de startblokken staan. Zo geven we het stokje door. En als je dit in de hand geworpen krijgt, heb je geen tijd te verliezen. Dan moet je niet omkijken en vinger wijzen, maar voorwaarts blijven strijden. Het is een marathon en je stopt niet, nooit meer, totdat wij er zijn. Dank u wel.